Ik was geen mantelzorger meer en ik viel eigenlijk letterlijk ineens in een gat. Eén dag per jaar, op Wereld Alzheimerdag, wordt er extra aandacht gevraagd voor alle vormen van dementie. Kenmerkend voor de ziekte is dat hersencellen steeds meer beschadigd raken en dat patiënten bijvoorbeeld moeite krijgen met dingen onthouden of mensen herkennen. Dementie is niet alleen zwaar voor de mensen die eraan lijden, maar zeker ook voor de familie en geliefden die voor hen zorgen. Ton in Veen uit Ede weet als geen ander hoe het is om de liefde van je leven te verliezen aan Alzheimer. Zijn vrouw Hester was nog maar 50 toen ze de diagnose kreeg. Ton zorgde voor haar totdat het niet meer ging en hij een ingewikkelde keuze moest maken. Toen ik voor Hester de beslissing moest nemen om naar het verzorgingshuis te verhuizen, heb ik met één persoon gesproken, die ken ik niet. Heb ik 2,5 uur mee aan de telefoon gezeten. En die dame die had een half jaar daarvoor dezelfde beslissing moeten nemen. Nou, dat was voor mij het meest waardevolle gesprek wat ik had kunnen hebben. En toen kon ik die beslissing nemen. Hester verhuisde naar het verzorgingstehuis waar ze woonde tot begin juli vorig jaar. Toen duidelijk werd dat ze niet lang meer had, heeft Ton haar mee naar huis genomen, waar ze op 13 juli op 55-jarige leeftijd overleed. Eigenlijk dacht ik ben voorbereid op dat moment, want je weet al 6 jaar lang dat moment komt. Maar ik viel in een gat. Ik was geen mantelzorger meer en ik viel eigenlijk letterlijk ineens in een gat. Maar Ton klom uit het zwarte gat en wil nu wat hij met Hester heeft meegemaakt omzetten in iets positiefs. Hij is bezig met de ontwikkeling van een app die mantelzorgers in heel Nederland met elkaar moet verbinden. En het makkelijker moet maken om een weg te vinden in het doolhof van regels en vergoedingen. Ik heb nog steeds een missie en dat is die informele zorg organiseren, professionaliseren en vooral ook verbinden met de formele zorg. Het gaat zeker nog een jaar duren voordat de app van Ton gebruikt kan worden.